Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik boxen openen. Niet zomaar. Ik ga er nogal wat openen. Ik heb 1 zo'n megadoos, 28 blauwe doosjes en 1 zo'n grote doos. En ja, ik wil gewoon wat geld krijgen en ik moet alleen nog maar Tara, meneer P en Max. Dus ik hoop dat ik zeker 1 brawler krijg. De kans is trouwens ook wel heel klein. Ik kan je wel laten zien wat de kans is. Tegenwoordig die kansen echt waar. Wacht, verkeerde. Nu. Dus de kans dat ik een mythische knokker krijg is 0,2615. Dat houdt in dat ik eigenlijk in theorie zou ik een stuk of 500-600 boxen moeten openen om er 1 te krijgen. Alleen misschien heb ik wel iets meer geluk. Of misschien niet. Dus laten we beginnen. Ik skip wel naar de laatste 10 boxen. Of als ik iets interessants krijg uit de dozen, dan laat ik dat jullie wel zien. Dus, scoren. Of nee, die Primo loopt naar achter. Oké, dat is chill. Kijk, in dat soort scenario's of situaties zou je altijd moeten schieten als Primo zijnde. Maar, weet je, ik ben helemaal blij dat hij dat niet heeft gedaan. Daardoor staan we überhaupt nog voor. Ik ga nu gewoon naar voren lopen en Primo healen. Oh ja, oké. Primo! Kijk, dat is ook het punt. Als je met random speelt, weet je ook nooit wat je moet verwachten. Oh, gaat hij scoren? Gaat hij... Ja, easy. Easy. Dat is gewoon te makkelijk. Easy. 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 Oké, dat was dus niet makkelijk. Dat was... Oké, dat was toch wel een goede revanche voor dat ene schot dat ik miste. Geef toe. Want ik miste net een heel erge kans en nu score ik.
Maar hierbij wil ik toch wel de video afsluiten. Dankjewel voor het kijken en vergeet zeker niet te abonneren. Tot later. Doei. Dag.